Hi, goedemorgen iedereen. Wat is dit? Vogels. Oké, ik weet niet wat er gebeurt, maar de vogels in mijn tuin hebben een beetje ruzie. Oké. In ieder geval... Alrighty, de vogels zijn soort van weg. Ik maak dus heel vaak what I eat in the days. Dat weten jullie. Dus nu maak ik een video natuurlijk, laat ik zien wat ik eet op een dag. Maar ik laat ook gewoon veel meer zien hoe mijn dag eruit ziet als fit girl zijnde. Ik ben wel een fit girl, ja. Dat is wel een titel wat naast mijn naam past. Rachel the fit girl. Ja, dat klinkt eigenlijk niet heel leuk. Ik wilde vandaag eigenlijk niet echt veel doen. Ik had eigenlijk zin om vandaag gewoon alleen maar van de zon te genieten, want het is vandaag 25 graden. Want ik moet zo dus ook de Chloe Ting workout nog doen. Maak ik nog een video over, komt helemaal goed. Zullen we gewoon even beginnen met ontbijt? Ik wil iets met appel en pindakaas doen, There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see my face, but deep down I knew it was true. Shadows added me a question, if I ever lost you, what would I do? What would I do? Do-do-do-do. What would I do? Ja, het is niet heel speciaal, maar jongens, het is geen worry in the day, oké? Oh, de appels heb ik iets lang in de magnetron gedaan. Ze zijn helemaal gekrompen. Dat was niet de bedoeling. In the kitchen I found a little note saying I'll be back soon. Relief came. It's gone, it's nice. Ja, ik ben er dus ook achter gekomen. Ik weet dat het heel erg is, maar er zijn vast wel mensen waarvoor dit ook herkenbaar is. Ik ben niet echt een persoon die uitstekend voor zichzelf zorgt. Qua nagels, benen scheren, de gezichtverzorging. Ik heb niet echt heel veel beenhaar, dus dan scheer ik het ook niet vaak. Als de zon er echt goed op schijnt, dan zie je het wel. Maar goed, het is gewoon niet goed. Dus vandaag ga ik gewoon helemaal scheren. Ik ga mijn nagels laten doen. Wow. En morgen ga ik naar het strand, dus dan ben ik gewoon helemaal clean en fresh. Huh? Sounds like a good plan. Let's do this stupid Chloe thing. Alrighty, we zijn nu dag 6. Het is fucking warm en ik wil echt stoppen met deze challenge. Maar ik ga het niet doen. Let's do this shit. Cool, hè? Jullie zijn echt backstage. My gosh. Ga ik het over me heen doen? Ja. Oh, dit was lekker. Ja. Ik ga een soort van ijs maken. Heb ik W-isolaat vanille smaak van My Protein. Mango. Bosbessen, sojamelk. Een heel klein beetje melk maar. Ik heb geen zin om het mooi op te maken. We moeten zo gaan. Ik moet ook nog douchen. Ik denk dat ik volwassen aan het worden ben. We gaan goed voor onszelf zorgen. Goed voor onze huid. Huid, laten we beginnen met nagels. Mijn nagels zijn altijd ongelakt en lelijk en kort. Turning into a woman. Meisjes van 15 en 14 lopen met nepnagels, maar dat maakt niet uit. Oh, dit is wel even verfrissend hoor. Zo, had ik even nodig. Laten we douchen en snel gaan. Oh, moet even een kwartier op gaan. Oké, ik heb een maskertje in mijn haar gedaan. En ik heb gewoon een zonnebril op, want ik zie er niet uit. Maar daarvoor zijn zonnebrillen, zodat mensen je niet zien. Ik bedoel, zijn ze gemaakt voor de zon? Nee. En ik heb ook gewoon een maskertje in. Oh my god, ik zie het zo goed voor mezelf, jongen. Aren't you guys proud? Oké, let's go. Jongens, dit is het resultaat.
Nails bij Imada. Ja, het is nog wel zeg maar natuurlijk. Het is niet dat het heel heftig is. Ik ga maar naar huis. Oh, die ga ik de hele tijd zo aan zitten met die nagels. Oh my gosh. Ben ik weer. Dit pakje heb ik van Pull & Bear. Ik heb Dr. Martens eronder. Ik heb dit tasje van Tommy Hilfiger. Leuk hè? We gaan even lunch maken. Ik heb ook even zonnebrandcreme gekocht. Zonnebrandcreme is duur, jongens. Zonnebrandcreme is echt duur. 20 euro, 15 euro, 35 euro bij elkaar. Maar jongens, ik ga nu even mijn haarmasker eruit wassen. Gewoon onder de wasbak. Ik ga niet helemaal weer douchen. En ik ga even een make-upje opdoen en mijn haar doen. Even verzorgd. Want vandaag zijn we gewoon verzorgd en netjes. En we maken geen troep. We ruimen ons troep op. I'm back. Iemand is dus net in mijn DM geslide. En hij zei heel random. Friends, seizoen 5, aflevering 6, minuut 11:25. Now I'm curious. 20. Okay, now you had the chance to cheat. And with me. But you didn't. Ik ga het even naar me sturen. Ik zeg erbij. I don't get it. I'll keep you guys updated. Let's make some lunch. Ik heb nog wel echt iets exciting. Drink your water. Zonder te knoeien dan. Echt zo schattig. Gisteren kwam er zo'n jongen helemaal vanuit Amsterdam taartjes brengen. En dit zijn raw vegan taartjes. En raw vegan is next level. Ze heten Treat is Raw. Ik zet ook een linkje in de beschrijving. Raw snickerdonen. Tiramisu doen. Tiramisu doen. Yeah. No bake, no refined sugar. Okay, let's try it. Smaakt naar marsepein. Ik hou niet van marsepein. Mensen die marsepein heel lekker vinden, haal deze shit. Ik ben heel benieuwd naar de snickerdonut. Lekker. Heel machtig. Ja, I don't know. Wel heel lief dat ik dit heb gekregen. Echt super cute. S.O. naar Treated Raw. Zo ziet het er nu uit. Het ziet er echt heel viezig uit. Maar het is heel lekker hoor. De pizza ziet er weer lekker uit hoor. Goeie. En jongens, ik heb dus mozzarella gebruikt. En niet Hollandse normale kaas. Omdat mozzarella minder verzadigd vet zit. Verzadigd vet verhoogt het LDL-cholesterol in het bloed. Het LDL-cholesterol, dat staat voor low density lipoproteïne. Dat is een term die jullie niet per se hoeven te weten. Maar dat haalt dus cholesterol vanuit het lever en transporteert het naar de lichaamcellen. Dat willen we niet. Dus we willen gewoon zo min mogelijk verzadigd vet eten. Eindstand. Dit is wel echt een low carb, high protein meal. Trouwens, die guy heeft gereageerd van Friends. Haha, sorry dat ik even je tijd verdaan heb. Bitch! Nah! Ja! Ja! Ik zeg, je komt wel mijn vlog. Jongens, dit is echt gewoon ultimate zweetweer. Ik ben niet eens buiten en ik zweet me kapot. Ik heb dus een paar vragen gekregen. Waar ik deze amazing bril vandaan heb. Van Captain & Son. En ik heb nog drie andere brillen. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga ze gewoon alle drie laten zien. Content! Weet je, Harry Potter. Dit is my fave. Maar deze vind ik ook heel leuk. De brillen zijn extra bespiegeld, krasbestendig. En ze hebben dunste glas. Maar het is wel natuurlijk afhankelijk van je sterkte. Ik heb sterkte min 2. Maar, these are not the only glasses. Zonnebrillen. Because why not? Echt zo'n fashion insta girl bril. En ik heb deze. Echt zo'n
festivalbril. Alle zonnebrillen van Ketten & Son zijn gemaakt van echte acetaat en nikkelvrij roestvrij staal. Hierdoor zijn de zonnebrillen kwalitatief heel erg goed en gaan daardoor lang mee. En de zonnebrillen hebben natuurlijk een hoge UV-bescherming. En ik heb er ook nog zo'n leuke ketting bij voor mijn bril. This one, my fave forever. Dit is echt mijn fave. Weet je hoe lang ik zocht naar zo'n bril? And I got it. Kijk even hoe groot het brillendoekje erbij krijgt. Heet dit een brillendoek? Nu wel. Oké, nog even één keer alle brillen. Even een mooie modeshow. Oké, dan. Ik zet wel even een link in de beschrijving van de site. Kunnen jullie even een kijkje nemen als jullie het leuk vinden. Weet helemaal. Ik heb me even omgekleed. Ik heb nu een outfit aan van de Powerdown collectie die morgen gelanceerd wordt. Maar ik heb nog geen foto's van deze outfit op mijn Instagram. Dus dat ga ik eens nu even doen. Dus ik dacht, ik ga even dit tafeltje wegzetten. En dan ga ik hier op het tapijt zitten. En dan dat ik gewoon een beetje leuk passeer. Ga ik hier zo zitten. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. Yeah. Hoi. It's been hard. You know I wanted to stay course of God. But there was no other way. Did you wait? Cause I think you... Ik heb alle foto's gemaakt. Zoveel outfits gehad. Laten ze nu sorteren en posten. Ik heb het gepost. Nu ga ik even nog een foto maken voor morgen. Want ik morgen naar het strand toe ga, kan ik morgen geen Insta-foto maken. En er komt nog een sale aan. Dus ik ga even een fotootje maken. Met mijn sale-outfit. Ik heb wat foto's gemaakt. Ik ben kapot. Ugh. I'm done with Gymshark. Nu gaan we even eten. Want ik ben helemaal vergeten om te eten. Nou, niet vergeten. Ik had gewoon echt geen zin en geen tijd. Work it! Weet het gelaat dan niet? Ik weet niet wat ik allemaal doe. I love it. Let's do a handstand. I don't know waarom ik zoveel energie heb. Maar we gaan ervoor. This is my crib. Kom inside, kom inside, kom inside. Oh, weet je wat het is? Ik had het idee dat ik heel druk was. Maar dat is hier. Het is allemaal hier als je je dag goed plant. Druk zijn. Dus ik pak mijn touw. Focus. Oké, hi! Ik heb dus nog één ding dat ik wil doen. En ik ben ook niet moe, dus ik ga nog niet slapen. Een unboxing om 12 uur 's nachts. We are rebel. We gaan er niet te lang over doen, over deze unboxing. Want your fit girl has to sleep. Oh. Protein pancake mix. Whey isolate blueberry. Ik heb allemaal van die kleine zakjes soorten smaak van proteïnepoeder, zodat ik dat allemaal kan proeven. Leuk. Ook een protein pancake mix. Oh ja, en twee keer cinnamon sugar. Ik wil er één nutriddle en eentje cinnamon sugar. Clean vegan protein. Iemand zei dus tegen mij dat deze
dus wel lekker is. Dus ik ben benieuwd. Wat is dit? Wat is dit? Oh ja, sugar free maple syrup. Ben benieuwd. Oh, hier. Protein pancake mix. Unflavored. Ik heb echt heel veel. Protein mukcake. I remember. You can never have enough peanut butter. Ik heb hier allemaal koekjes. Zal ik er vast één proberen? Baked cookie. Zal ik ze allemaal proberen? Ja, heel lekker. Protein cookie, oat raisin. Nee, dit is hem niet. Protein cookie, white chocolate almond. Die eerste geef ik een 8. Die andere geef ik een 5. Deze geef ik een 6. Maar... Double choc en caramel. Looks good. Deze krijg ik een 6,5. Ik heb nog één koekje. Cookies and cream. Ik heb een beetje een trauma aan de smaak cookies and cream. Dat ik zoveel proteïne bars ervan heb gegeten. Waaronder echt hele vieze. Dus ik ben benieuwd. Nee. Als jullie een proteïnekoekje willen nemen van mijn protein, neem deze. Baked cookie. Gebruik mijn kortingscode. Rachel. Voor 35% korting. Gewoon op dit. Flavor drops. Maple syrup smaak. Ik ga hier nog echt wel leuke content mee maken. Ik ga sowieso al deze whey protein ga ik uitproberen. Volg me op Instagram. Daar ga ik het waarschijnlijk allemaal uitproberen. Weet je, ik heb echt wel alles gedaan wat ik wilde doen. Het is iets later dan normaal. Normaal slaap ik niet zo laat, jongens. Dus dat is misschien iets anders. Maar dit is wel over hoe mijn dag eruit ziet. Oké. Bye. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around.